Minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kreeg op vrijdag 9 september twee rapporten overhandigd van de stuurgroep Herstructurering in MIAO. Het betreft een evaluatierapport van wat de stuurgroep heeft gedaan in de afgelopen periode. De bewindsman was het meest enthousiast over het doorstromingsreglement, waarin onder meer de overgangsnormen van het instituut zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat alle leerlingen dit krijgen en vooraf weten waar zij voor staan, zei de minister. Naast de twee rapporten kreeg de bewindsman ook alle curricula van de opleiding. Deze documenten werden meteen overgedragen aan de inspectie. De nieuwe structuur van de opleiding heeft nu dus een basis, aldus Penneu. De stuurgroep is ingesteld naar aanleiding van signalen uit het veld dat de opleiding aangepast diende te worden. Er is een gebrek aan financiën en dat is een sta in de weg voor de modernisering van het MIAO, zei Wilgo Valies, voorzitter van de stuurgroep. Hij wil af van het beeld dat de opleiding een opvangcentrum is. Minister Penneu beloofde mogelijkheden te bekijken voor het loskrijgen van financiën.